Welkom Ahmed. Leuk om je in de realiteit te zien. Naar de WhatsApps en dergelijke. Ik heb je uitgenodigd om vanwege twee onderwerpen. Back Me en de Piratenpartij. Want ja, Back Me, dat ken ik nou wel een beetje. Maar de Piratenpartij, daar ben ik eigenlijk eerlijk gezegd helemaal niks van af. Yeah. Dus toen ik zag dat je daarmee involved was, dacht ik, nou, laten we gewoon een keer praten en elkaar leren kennen. Ja, yeah. Oké. En zodat je ook wat meer kan vertellen daarover. Maar misschien kun je een beetje vertellen over jezelf eerst. Wat je doet. Ik doe van alles. Dat is een beetje ook een probleem. Ik ben een van de oprichters van Stichting Open Source en Overheid. Mm-hmm. Die de overheid en politici adviseert met betrekking tot IT-beleid, tot privacy, tot innovatie. Daarin doen we hele leuke dingen. Mijn geld verdien ik door grote aanbestedingen te leiden, mm-hmm. vorm te geven, contracten te managen. Alles op IT-gebied trouwens. Wat nog meer? Ik schrijf regelmatig. De laatste tijd niet meer zo, omdat ik heel erg mijn back niet aan het slag was. En daar schop ik ook een beetje tegen heilige huisjes. En dat gaat van geen stijl tot FTM, tot stukken met Zembla en ga zo maar door. Mm-hmm. Dat is wat je zelf schrijft, is dat? Zelf schrijft of samen met. Mm. Door misstanden aan te kaarten en dat soort dingen. Ja. En Back Me, hoe is dat ontstaan? Nou, ik begon in 2017, zo uit mijn hoofd, met een blogje. 2018, een van de twee. Salt Mines, om alleen mijn gedachten neer te zetten. En vervolgens werd dat best wel goed gelezen. En vroegen ook anderen van, joh, kan ik daar ook voor schrijven? Dat is wel leuk zo'n plek. Maar geen reclame, je hoeft er nergens te registreren of wat dan ook. En dat hebben we heel snel omgebouwd tot een blog waar iedereen kan registreren en meteen zijn eigen blog kan plaatsen. En dat ging opeens heel erg hard. En op een gegeven moment hadden we 500.000 bezoekers per maand. En de serverkosten die door de pan rezen. Omdat wij over iedereen ook schreven. Mm-hmm. Dus wij hadden en de forum trollen, zeg maar. En de denktrollen achter ons aan. Maar hoe bedoel je over iedereen? Oh, omdat heel veel soorten mensen die schreven. Ja. Ja, dus het was echt gewoon een pluriform platform met allemaal meningen. Mm-hmm. De een extreem links, de ander extreem rechts. De ander heeft helemaal niets met politiek te maken. En dat was toch voor velen een probleem. Die zagen dan van, oh ja, nee, dit moet niet kunnen en dat moet kapot. En dan word je ook daarop aangesproken van, ja, maar hoe kan jij je blog openstellen aan dat soort mensen? En probeer uit te leggen van, weet je, het is zijn mening. Mm-hmm. Waarom zou hij die niet mogen verkondigen? Ja, maar dat vind ik dit en dan vind ik dat. Dan zeg je, ja, dan moet je aangifte doen. Dus dan kreeg je een mening terug in principe. Ja, precies. Ja. En het maakt niet uit met welke argumenten je ook komt. Het is gewoon altijd fout. Altijd. Ja. Maar de grootste groep, die bleef maar terugkomen. En we zijn maar door gaan groeien. En toen zijn we in feite op zoek gegaan naar een nieuw verdienmodel. Want we wilden geen paywall, we wilden geen advertenties. Advertenties hadden we geprobeerd. En we hadden met iets van 4 miljoen bezoeken over een maand of 5, 6. Hadden we €200 verdiend. En dat is te weinig in principe dan? Dat is helemaal niets. Ja. Onze serverkosten liggen op €700 per maand. Ja. Vervolgens zijn we op zoek gegaan naar een nieuw verdienmodel. En toen zijn we eigenlijk bij BackMe terechtgekomen. En met het idee van, nou, mensen kunnen gewoon gratis doneren aan ons blog. En we verdelen al die inkomsten, min zeg maar een percentage voor om alles up te houden, mm-hmm. verdelen we al die inkomsten onder alle auteurs op basis zeg maar van unieke bezoekers. Nou, alleen als je €200 moet gaan verdelen, of als je €200 moet verdelen over een 20-tal auteurs, ja, weet je, waar doe je het voor? Mm-hmm. Op het moment dat we daarmee begonnen, hadden we zoiets van, ja, maar dit moeten we veel breder doen. Iedereen zit namelijk met het probleem van advertenties leveren niks op. Lidmaatschappen die werken alleen beperkend. Je krijgt daar uiteindelijk minder bezoekers van. Je ziet de problemen van de grote kranten. Dus wat zit daar nog meer in? Ja, daarom hebben we dit eigenlijk ontwikkeld en toegepast. En daar zitten we nu al een jaar op. En we zijn het constant aan het tweaken, aanpassen, mm-hmm. functionaliteiten in kaart brengen. Kijken van, oké, waar is nog meer vraag naar? Waar kunnen wij nog meer mensen in faciliteren, zodat ze nog betere content kunnen maken, nog beter hun community kunnen bedienen? Ga zo maar door. Ja, dus het is eigenlijk een platform waarop content creators, mensen die dingen maken,
eigenlijk betaald kunnen worden door hun luisteraars, kijkers, lezers. Zonder dat je je content afstaat aan ons, want we zijn geen contentplatform. Wij vinden dat jouw content van jou is. Hmm. En op het moment dat wij een contentplatform zouden zijn vanaf dag 1, ja, dan halen wij verkeer ook bij jou weg. Ja. En dat vinden wij oneerlijk, want daarmee voeg jij waarde toe aan ons platform. In de toekomst willen we wel de mogelijkheid bieden om content neer te kunnen zetten. Mm-hmm. En dan moet je vooral denken aan bijvoorbeeld premium content. Door het heel makkelijk te maken van, weet je, dit deel van mij is gratis. En dit deel is voor mijn backers, voor de mensen die al doneren. Maar ook om video's die dan op YouTube worden verwijderd, voor welke reden dan ook, dat je die bij ons kunt neerzetten. Waarvan je weet van, oké, daar zit en geen reclame op. En de enige manier om daar een video offline te halen is via de rechter, de politie of de OM. Ja, dus is het gewoon een Nederlandse versie van Patreon? Dat is een beetje hoe ik het me voor me zie. Patreon Plus. Want wat wij niet doen, wat Patreon wel doet, is user data verkopen. Hmm. Kijken hoe ze hun eigen bottomline kunnen verhogen en niet verder ontwikkelen. Het blijft nog steeds een betaalplatform. Mm-hmm. Zij zijn totaal niet geïnteresseerd in de wereld buiten de VS. Dus je betaalt daar nog steeds alleen met dollars. Ja. Waardoor je dubbel in de problemen komt. Want op het moment dat ik aan jou doneer via Patreon, wordt dat van euro omgezet naar dollar. Nog zonder alle aanvullende kosten. En op het moment dat je wordt uitbetaald, worden die dollars dus weer teruggerekend naar euro's. Ja, dan je dubbel keer de exchange. Ja. Precies. Ja, ik weet nog inderdaad wel dat ik de eerste keer dat ik met BackMe in aanraking kwam, was omdat ik met Patreon bezig was. En er was geen ideal optie. Nee. Dat killde best wel heel veel mensen. Want ja, ze hebben geen creditcard. PayPal is gewoon te vervelend. Ja. En in Nederland betaalde alles met ideal. Dus dat was voor mij echt de reden om dan om het erop te zetten. Mm-hmm. Ik vond het ook interessant wat jullie... Kijk, jullie willen zeg maar alle geluiden, alles moet erop kunnen. Ja. Zolang het niet tegen de wet is. Ja. En ik denk dat dat heel sterk is, want daarmee ga je echt in tegen de steeds groeiende beleid van Twitter, YouTube, Facebook en dergelijke om zelf censuur toe te passen. Ja, en die censuur passen ze niet toe omdat ze ethische bedrijven zijn. Dat is heel vaak wat mensen vergeten. Heel vaak kom ik in discussies, ja, omdat die politieke mening niet welgevallig is en ze steunen meer. Dat soort... Nee. Hun adverteerders willen dat niet. Ja. Dus het is niet omdat ze een links of rechtse bias hebben. Het is gewoon puur advertentie. Het is gewoon kiezen voor de meest veilige route, want ik moet zeggen, Google is een advertentiemachine. Mm-hmm. Facebook is een advertentiemachine. Het is niet een social network. Die zorgt ervoor dat zij zo goed mogelijk hun doelgroepen in kaart brengen, zodat daar makkelijk op geadverteerd kan worden. Ja. En niet zozeer om jou in contact te brengen met anderen. Ja, dat is meer een middel eigenlijk om te zorgen dat je meer screentime hebt, zodat je meer advertenties ziet. Ja, hetzelfde geldt in hele grote mate voor de grotere media. De persgroep en mediahuis, die nu 92-93% van alle bladen in handen hebben, het zijn adverteerders. Mm-hmm. Die kijken alleen van de Volkskrant, dat wordt vooral gelezen door deze mensen. Nou, dan moeten we die doelgroep vergroten. En we zien aan de andere kant Trouw, die schrijft het vooral voor dat soort mensen, moeten we daar de doelgroep vergroten, want daar kunnen we deze advertenties op plotten. En dan zit de markt compleet op slot. Want ja, je gaat niet als adverteerder zeggen van, nou ja, weet je, ik ga adverteren op een of ander blogje. Mm-hmm. Want dat teert dan in op je eigen business. Ja. En je hebt een hele andere kijk naar content. Je wil dat mensen naar je toe komen, op dingen klikken, en je zit daar niet zozeer, of minder, om je verhaal te vertellen of te zeggen van, dit is een verhaal dat we moeten brengen of een mening die gehoord moet worden. Nou. Het is eigenlijk een rare twist wat er gebeurt, want het plaatsen van een advertentie in beginsel is een manier waarop je een dienst gratis mm-hmm. kan aanbieden. Maar op een gegeven moment wordt dat zo'n sterke, dus heeft dat zo'n sterke positie gekregen in het hele systeem, dat de advertentie gaat bepalen welke content erop kan komen. Ja, je komt er op een gegeven moment niet meer omheen door constant rekening te houden, wat vinden mijn adverteerders hiervan? En niet zeg maar in de breedste zin des woords, maar de allergrootste adverteerders. Ja. En het doet me ook een beetje denken aan de jaren 70, 80 sitcoms, waar alles super oké was en plezierig en vooral geen negatieve dingen. 15 keer gescreend. Ja. Zeker geen politieke dingen naar voren moest komen, want dat kon de adverteerders scharen. Ja. Ja. Wel interessant. Is dat echt een probleem van de advertentiemodel of is dat een probleem van de bedrijven? Dus kom je uiteindelijk, als je een advertentiemodel hebt, uiteindelijk op dit probleem uit? Of kun je er... Nou, het is dubbel. Je hebt...
Het internet versterkte dit. Dat heeft vooropgesteld. Maar je zag deze weg al ingezet worden op het moment dat verschillende mediabedrijven bij elkaar werden gevoegd. Mm-hmm. En op het moment dat je bedrijven bij elkaar voegt, wil je zorgen dat ze niet met elkaar gaan concurreren, maar vooral de markt voor jezelf groter maken. Mm-hmm. En als je nu kijkt bijvoorbeeld naar de VS, ja, dan moet ik nog steeds mensen uitleggen dat Comedy Central dezelfde eigenaar heeft als Fox News. Die mensen die staan dan echt zo van, ja, maar dat kan toch helemaal niet? Die staan lijnrecht tegenover elkaar. Dus ja, omdat ze het hele politieke spectrum domineren. Dus je komt daar altijd aan je trekken. Dus je wordt gezien als consument. In plaats van, goh, ik breng entertainment of joh, ik breng nieuws. Ja. En dat is, ja, er komt weer terug op de metric. Hoe langer je kijkt, hoe meer advertenties je ziet, hoe meer. Ja, en je blijft kijken op een moment dus dat. Dat iets is wat je leuk vindt. Ja, als je bij het mee eens bent. Of nog sterker, wanneer je wordt bevestigd in jouw vermoedens. Oh ja, ja, ja. Ja, 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 want, ja. En nu gaan we je vertellen dat jij altijd al gelijk hebt gehad. Ja. En dat maakt niet uit in welk politiek spectrum je zit, het is overal zo. En het internet heeft dat alleen maar versterkt. Internet is overal. Voor tv moet je even gaan zitten, moet je hem aanzetten. Programma's misschien dan niet op dat moment. Mm. En internet doe je aan of je kijkt op je telefoon en het is er. Het eerste waar je op klikt is, weet je, de meest sensationele koppen. Ja. En wat ik nu zeg is eigenlijk een oud verhaal van Jon Stewart, de oude presentator voor Trevor Noah van The Daily Show. En die sprak op een gegeven moment CNN, Tucker Carlson, die tegenwoordig bij Fox News zit. Die zat bij CNN. En in een interview zei hij ook van, weet je, alles hier gaat stuk. CNN gaat ook stuk, want jullie brengen geen nieuws meer. Zij, de MSM nieuws op dit moment is, it's conflict based, it's sensational and it's lazy. Het gaat niet meer om het nieuws brengen, het gaat erom dat mensen kijken, blijven kijken, erop klikken, delen, in plaats van dat je komt met objectief, feitelijk nieuws. Ja. Maar wat ik dacht, dat wat je net zei, was dat als adverteerder het belangrijk is dat de content die op de medium waar jij je advertentie laat zien, veilig is. Ja. En sensationeel is niet veilig. Afhankelijk van je doelgroep. Mm. In de VS bijvoorbeeld is het makkelijker adverteren van kopen dit nieuw wapen bij Fox publiek dan mensen die daar enorm op tegen zijn. Wat jij wil is dat al die doelgroepen gewoon heel erg op slot zitten. Wat wij nu filterbubbels noemen. Hmm. Alles wat ik hier ingooi op een bepaalde manier, weet ik dat daar een hele hoge conversie zit. Ja, en dat heeft het internet vergemakkelijkt, omdat het overal is, het is er altijd. Of misschien is het dan smartphones dan? Nou ja, het maakt die analyses dieper en interessanter. Welke analyses? Die van het hele doelgroepbepaling. Met kijkcijfers moet je meestal een dag wachten, dan moet je ze gaan interpreteren, noem maar op. En dat is ook maar een heel klein deel dat meehelpt om die cijfers op te bouwen. Maar internet is meteen iedereen. Dus je ziet meteen van oké, zoveel mensen reageren hierop. En dat is zoveel meer dan toen. En zoveel mensen hebben daarop geklikt omdat het geel was in plaats van rood. Hmm. Et cetera, et cetera. En gepersonaliseerd. Ja. Dus je kan het per persoon kun je dat... Ja, registreer even, want dan heb je gratis toegang. Ja. Maar dat is hoe het werkt. En hoe dit in de marketing scene vaak gebracht wordt, is dat het nu de tijd is van persoonlijk aanbod. Je aanbod is volledig aangepast op jouw wensen en behoeften. Maar tegelijkertijd is het dus ook aangepast op wellicht jouw persoonlijke vermoedens of donkere kanten of waar je het meest op reageert. Nou ja, deze test kun je zelf doen. Ik bedoel, ga eens een paar keer zoeken naar een aantal leuke steden in de wereld. En voor je te weten stroomt je mailbox vol met of e-mailtjes van een of andere vakantiediscounter waar je ooit iets hebt geboekt. Of Facebook laat je zien van, hey, Ibiza is best wel leuk nu. Weet je, dus je wordt gewoon de hele tijd getrackt daarin. Ja. En tegelijkertijd is het ook, je Google resultaten zijn tegenwoordig ook gewoon gepersonaliseerd. Ja. Die zijn ook persoonlijk. Ja. Maar dat lijkt me volgens mij niet per se het probleem, dat je persoonlijke resultaten krijgt. Mm. Want als het goed is, krijg je goede resultaten. Ja. Maar de donkere kant is dat die resultaten dus ook, of dat die data dus ook kan gebruikt worden door een grote mediabedrijf om analyses te maken over hoe ze welke triggers het beste zijn om zoveel mogelijk kijkers te trekken. Ja, dat.
maar ook voor politieke campagnes. En nou zitten wij soort van daarbovenop en proberen we alles in de gaten te houden. Maar hoe gaat dat met de rest van de landen die niet dezelfde systemen in place hebben? Hmm. Nou, Facebook heeft politieke campagnes verboden, toch? Ja, maar wat definieer je als politieke campagne? Dat weet ik niet. Nou, precies dat. Ja. Ik ken geen algoritme waar je niet omheen kan. En wat bedoel je daarmee? Nou ja, het gaat erom van hoe definieer je een politieke campagne. Betekent dat als ik heel vaak nieuws breng als groot medium of als staatsmedium in wat armere landen. Door constant te hameren op een aantal zaken die heel slecht zijn van je tegenstander, waar ze gewoon heel zwak op zijn. En heel veel goede dingen waar de zittende dictator dan heel erg goed in is. Ja, dan beïnvloed je ook de mogelijke verkiezingen. Ja. En terwijl dat niet per se negatief hoeft te zijn, want het kan waar zijn wat je zegt. En dat is het probleem. Ja, volgens mij heb ik dat Eric Weinstein ook horen zeggen. Dat je in de media niet meer eigenlijk hoeft te liegen. Je hoeft alleen maar de emotionele lading aan het verhaal te geven dat je wil dat het heeft. Ja, nou ja. Woorden zoals omstreden, die hebben een heel sterke emotionele lading. Maar dat iemand omstreden is, betekent in principe niks. Nee. Het betekent dat mensen het niet met hem eens zijn. Nou ja. Nou, maar een goed voorbeeld is bijvoorbeeld de kop vandaag in de Telegraaf. De online kop is anders dan de kop in de papieren krant. Mm. Waarom? Ik heb het niet gezien. Wat is de kop? Zal ik even kijken. Ik dacht, ik moet je dit nog even vertellen. De kop in het... Dit is de kop in de papierenkrant. We willen ontsnappen aan de censuur. Dat is de kop in de papierenkrant. Ja. Oh, en de kop die jij mij gestuurd hebt is een totaal andere kop. De kop die jij mij gestuurd... Online. Ja, en dat was... Want mensen online klikken daar veel sneller op dan dat je komt met zo'n genuanceerde titel. Ja, de titel in het artikel, dat was... wat was het nou? Wat is er aan de hand met Wat is er mis met linkse mensen of zo? Wat is er mis met de linkse mensen? Ja, ja. En de titel in de papierenkrant is gewoon letterlijk... We willen ontsnappen aan de censuur. Ja. Dat wist ik niet. Ik wist niet dat er verschillende... Maar elke krant doet dit. Ja, elke krant doet dit. Dat geloof ik sowieso, ja. Bah, dat is best wel vreemd. Dat wist ik niet. Dit is wel echt ook een heel... Maar dit is ook zo overduidelijke manipulatie van informatie. Nou, is het? Het verhaal is hetzelfde. Het verhaal is hetzelfde. Dat klopt. Je hebt helemaal gelijk. Het verhaal is hetzelfde. Maar de persoon die dit gedaan heeft, weet heel goed wat hij aan het doen is. Of de marketingsafdeling van de Telegraaf in dit geval. Ja, een persoon heeft het gedaan. Ja. Dus de afdeling of whatever. De partij die dit gedaan heeft heel goed wat ze aan het doen zijn. Dus die zijn informatie aan het manipuleren om een bepaald effect teweeg te brengen. Dus dat is manipulatie. Ja. Maar als je het artikel leest, het artikel is gewoon prima. Dat is een prima artikel. Nou, maar heel veel mensen houden dan op bij het lezen van die titel. Mm. Omdat ze weten van, nou, daar ligt onze doelgroep toch niet. Maar wil vooral dat deze doelgroep gaat lezen. Ja. En toch kun je meten. Kom je erachter van, oké, dat zijn mensen die sowieso niet dit artikel hebben gelezen, bijvoorbeeld op Twitter. Die stoppen al eens met bij de kop. Mm-hmm. Maar op het moment dat je ziet dat mensen dat artikel beginnen te lezen, dan gaan ze op elkaar positief reageren. Waarop de eerste groep die dan heel negatief reageert, op een gegeven moment overgaat en die leest dan dat artikel. En die denkt van, oh nee, dat is eigenlijk best wel goed. Het viel toch wel mee. Ja, precies. En is het iets wat je kan analyseren met data? Of is het iets wat ook. Hoe werkt dat? Dus wat je dan dus ziet is dat je weet, dat je kan dus even, je kan dus in je data zien wanneer iemand een artikel gelezen heeft of alleen de kop. En je kan zien wanneer die persoon terug is gegaan naar het artikel. Of dat zijn gewoon algoritmes die je... Nou, dat is gewoon standaard functionaliteit in een website eigenlijk. Hoe werkt dat precies? Nou, alle trackers die je hebt op het moment dat je op een website zit. Je hebt voor Google Analytics, je hebt voor je advertenties, je hebt voor je social media. Mm-hmm. Ik geloof dat de site van Blendl 10 van dit soort trackers heeft. Mm-hmm. Om in de gaten te houden, waar klik je op? Hoe lang zit je met je muiscursor ergens op? Heel veel mensen die bewegen hun muis op het moment dat ze aan het lezen zijn, bijvoorbeeld. Ja. En wanneer klik je op terug en wanneer klik je door binnen een bepaald artikel. En op basis daarvan kun je analyses maken van, nou, jij, omdat jij hebt geregistreerd, ziet er zo uit qua profiel. Hoeveel van dit soort gelijke profielen heb ik? En waar ligt bij mij het omslagpunt dat ik daarop
een actie moet ondernemen om content meer die kant op te vormen. Ja. Dus wanneer je op de knopje oké klikt voor die cookies, zijn dit het soort dingen die ze gaan trekken? Ja, alles. Ja. Alles wordt getrackt wat er maar getrackt kan worden. Zit er nou, en wat is het limiet van zulke... laat ik een andere vraag stellen. Het is ook heel handig om dat tracken te doen, want je weet wat iemand wil weten, wat zijn interesses zijn. En ga je dat bij Backme niet doen dan? Nooit niet. Ja, waarom niet? Omdat we geen advertenties hebben. Maar dan nog, ook al heb je geen advertenties, het gaat jouw conversie wel verhogen wanneer je die content naar voren brengt iemand steeds op reageert. Nee, bij ons werkt het gewoon anders. Bij ons, wij doen ook geen marketing. Wij hebben laatst dus een test gedaan met een aantal banners op Twitter via Google AdSense en Facebook. En ons vermoeden, onze hypothese, was dat we daarmee helemaal niet meer backers binnenhalen. Sterker nog, het werkt heel negatief naar ons. Waarom? Omdat er altijd meer mensen zijn die jou niet leuk vinden dan dat mensen zijn die jou wel leuk vinden. Ja. En waar wij heel erg in geloven is, als jij je eigen community aanspreekt door te zeggen van hey, jij kunt me nu steunen, dat die eerder geneigd zijn om je te steunen op die wijze, dan elk marketingsbureau ooit voor je zou kunnen regelen. Dus jullie willen ook die rol van wat Patreon dus bijvoorbeeld doet, is door zichzelf ook als merk te verkopen, worden ze niet alleen maar een verbindingstukje tussen creator en luisteraar. Ze worden ook echt een facilitator, accelerator of whatever. Dus jullie willen vooral echt dat stukje blijven houden, die connecting verbindende. En dus ook zelf geen reclame. Dus mensen komen niet op Backme om op Backme te komen en te zoeken naar content. Ze komen vanaf de contentmaker. Precies, dat is ons doel, want het is jouw verkeer. En als wij jou kunnen helpen door, weet je, uiteindelijk een social network bijvoorbeeld te ontwikkelen, waarbij jij je eigen community kunt beheren, ja, daar heb je veel meer aan dan dat je zegt, word alsjeblieft vriend van mij op Facebook. Ja, waar meet je dan je succes aan? Want kijk, het probleem met online websites en dergelijke is dat ze allemaal heel duidelijke metrics hebben waar ze hun succes aan meten. En dingen zoals conversie, engagement, bezoekers allemaal en dergelijke. Allemaal advertentiedingen. Ja, zijn allemaal advertentiedingen. Ja. Nou, wij hebben veel simpelere metrics. Dat is A, omzet. B, het aantal content creators. En C, het aantal backers, het aantal donateurs. Mm-hmm. Dat zijn de enige drie metrics die voor ons het belangrijkste zijn. Oké. En, maar dan, wat als de situatie ontstaat dat er opeens die metrics kelderen of stagneren of minder worden en je moet iets gaan doen? Hoe zorg je ervoor dat je niet in die trap valt? Dat je in het val valt? Wij hebben het bij de notaris ik heb begrepen vast laten leggen dat wij nooit iets gaan doen met user data. Sowieso niet. Dat is wel vet. Daarom hebben wij ook Astrid Oosterbrug in het team zitten. Nou, als er iemand een data-voorvechter is voor privacy, dan zei het wel. Ik zie niet hoe dit niet kan lukken. Want niemand anders doet dit op dit niveau. Je hebt een aantal kleine initiatieven die ongeveer hetzelfde proberen. Maar die verzanden heel erg, want dan heb je een KVK-nummer nodig. En dan moet je een BTW-administratie bijhouden, et cetera, et cetera. En wij zitten nu in een markt waar er nog niets anders is. Mm-hmm. Nee, ik begrijp. Ik denk dat je op deze manier echt iets in de markt hebt gezet wat echt nieuw is en wat ook echt succesvol kan worden. En ik ben er ook zelf ook heel blij mee. En ik denk dat het ook echt een goede tegenwicht is tegen de algemene tendens waar we naartoe aan het gaan. Ja. De reden dat ik doorvraag is omdat niemand bij Facebook begonnen is met het idee, we gaan sensationeel nieuws maken. We gaan niet... Nee. Ze zijn begonnen met, ik kan hier aan het idee van de Winkelvos tweeling die kwamen met een ideetje. Ik kan aan dat idee heel veel geld verdienen. Ik weet nog niet hoe, maar als ik al die gegevens heb, kan ik hier heel veel geld mee verdienen. Dat was het uitgangspunt. Het uitgangspunt was niet, dit is zo gaaf, mensen verbinden wereldwijd en noem maar op. Nee. Oké, fair enough. Los van Facebook is het zo dat nog steeds mensen met de beste bedoelingen en met beste intenties in een val komen of whatever en dat misgaat. Dus daarom vraag ik door van, hey, Noem een bedrijf. Google? Google is begonnen met het idee van, we gaan data organiseren en we gaan informatie organiseren om de beste zoekmachine te worden.
Nou, dat is het verhaal naar buiten toe. Maar wat was het verhaal naar hun investeerders? Ja, nu twijfel ik of ik weet of dat überhaupt het geval is. Wat is het verhaal naar de investeerders toe? Wij kunnen alles weten van de bedrijven waar jullie willen adverteren. Van de mensen die op dingen klikken. En dat kunnen we met deze machine doen. Als jij nu Google wil inzetten, voor je bedrijf bijvoorbeeld, dan koop je een Google Appliance. Dat is een server, kun je niet openschroeven. Die zet je in datarek, mag je niet aankomen. En dan mag jij gebruik maken van de applicaties van wat Google zeg maar daar zelf heeft geïnstalleerd. Terwijl die server je hele site indexeert, je hele netwerk indexeert, et cetera, et cetera. Dus het idee was, ik wil zoveel mogelijk data van jou hebben. Want wij zien dat in de toekomst data vooral heel belangrijk gaat zijn. En op het moment dat Google net iets groter begon te worden dan AltaVista destijds, verkocht IBM zijn hardware tak, zijn consumentenhardware, werd het Lenovo. Hmm. En heeft IBM zichzelf volledig gestort op data. Zo belangrijk was het. Dus wat je zegt in principe is, bedrijven zoals Google en Facebook en dergelijke zijn niet vastgeraakt in een systeem. Die hebben fantastische marketing naar buiten toe, want iedereen die gelooft van ja, don't be evil. Ja, hoe ben je ook alweer tot stand gekomen? Met welke beloftes? Wat was je pitch naar die investeerders toe? En waarom zouden ze in jouw geld willen steken, terwijl jij het moest opnemen tegen de Yahoo's, tegen de AltaVista's? En ga zo maar door. En het is niet een beetje geld wat ze erin hebben gestoken. Dit is niet bij iemand op de zolderkamer begonnen. Hmm. Met een algoritme of wat dan ook. Zij kwamen gewoon met een nieuwe manier van zoeken. En ja, die hebben net zo lang sites zitten indexeren totdat zij echt resultaten konden tonen aan hun investeerders. Okay. En hetzelfde geldt ook voor Apple bijvoorbeeld. Steve Wozniak, die beantwoordt nog steeds zijn Twitter dingen, noem maar op. Vraag aan hem wat hij van Apple vindt. Dan zegt hij van ja, dit was het nooit bedoeld. Het was nooit zo bedoeld. Wij wilden, of ik wilde, want Steve bouwde al de PC's en niet Jobs. Ik wilde goedkope computers maken voor iedereen. En niet elitaire producten voor een heel beperkt aantal mensen. En nu ben ik ook benieuwd. Zijn alle grote tech companies op deze manier? Ja. Amazon, wat is dan het verhaal van Amazon? Amazon, hij wilde vanaf dag 1 de rijkste worden in de wereld. dat was op het moment dat hij zijn eigen kantoortje opende in 1999 met zo'n kartonnen bord voor zijn tafeltje. En dat je denkt van, oh wat gaaf, het is helemaal een hipsterachtige start-up. Terwijl daar gewoon echt tonnen en tonnen aan geld al vanaf dag 1 achter zaten. Weet je, dus image is net zo belangrijk als je businessplan aan de andere kant. Het maakt niet uit wat je allemaal verkeerd doet, zolang je maar een merk hebt waar mensen van kunnen houden en waar ze zichzelf met identificeren. Ga zo maar door. En Twitter? Ja, nu wil ik echt maar alle dirt dat ik niet weet van deze techbedrijven kijken. En Twitter? Hoe zit het bij Twitter? Want ik heb het idee dat iemand als Jack Dorsey wel echt open staat voor open meningen en dat soort dingen. Maar nu denk ik dat ik dat ook mis heb, blijkbaar. Ik kan je een tweet laten zien van Jan, waarin hij zegt van, ik ben heel erg trots op mijn vriend en compagnon Ahmed Harald met de Telegraaf ding daarbij. Ja. En die werd meteen weggeflagd als sensitive content. Ja, oké, maar zeg maar, dat gebeurt constant. Ja. Dat gebeurt constant aan beide kanten van het spectrum. Maar dat is het systeem van Jack Dorsey, hè? Ja, maar is dat, zeg, het idee wat ik heb is dat deze systemen, dus ik denk dat het sowieso verkeerd is wat ze aan het doen zijn. Ik denk dat ze niet diezelfde systemen moeten toepassen. Verder weet ik niet of je het moet zien als een privé plek of een publieke forum. Daar durf ik geen uitspraak over te maken. Ik denk in ieder geval dat deze bedrijven zichzelf aan voeten aan het schieten zijn wanneer ze dezelfde censuur gaan toepassen. Want waar houdt het op? Wanneer ga je bepalen? Maar wie zegt dat ze daar zitten voor de duurzaamheid? Ja, dus het is echt puur voor de adverteerders dat misgaat. Nog niet eens die fundamenteel voor geld. En via adverteerders is het makkelijkst geld verdienen. Mm. Als Dorsey morgen erachter zou komen van, hey, mensen zijn best bereid om €5 per maand te betalen voor Twitter. En ik verlies maar 10% van mijn userbase, dan gaat hij morgen dat doen. Ja. Dus je hebt heel weinig idealisten aan de top. Ja, het probleem wat we hebben is niet per se een systematisch probleem van subscription model, maar mensen die echt willens en wetens deze modellen achterna jagen. Ja. En nou, en elk ander model daarmee kapot maken, want waarom zou ik op website A gaan zitten en daarvoor betalen, terwijl bij website B ik hoef alleen maar profiel aan te maken en ik mag erop. Ja, inderdaad, waarom zou ik dat doen? Ja, precies. Ja. Ja, maar als je daar gaat zitten dan over
15 jaar verlies je echt heel veel van je persoonlijke vrijheden. Dat zie ik dan wel. Ja, inderdaad. En ik geloof het gewoon niet. Nee. Dat is het ook nog eens. Ik geloof het niet. Het zal vast. En uiteindelijk is het alsnog, is het nog steeds wanneer ik op mijn Facebook feed zie en ik zie een artikel waarvan ik denk, ah, what the fuck is dit? Klik ik er alsnog op. Hmm. En dan ben ik er alsnog weer terug. Ja. Ja. Nou, dat is, en dit verhaal probeer ik dus ook te vertellen aan Europese parlementsleden, politici in de Tweede Kamer, die gewoon constant gefocust zijn op Facebook. Die heeft allemaal data, noem maar op. Nee. De bedrijven achter Facebook, die analyses doen, die hebben de data. En wie zijn dat? Ja, de techdata's, de IBM's, de Oracle's, de SAP's. Dat is al de bedrijven waarmee de overheid ook zaken doet. Hmm. Dus de data zit eigenlijk bij deze bedrijven, niet bij Facebook. En ik geloof dat Google pas op plek 6 of zo staat in de wereld, van de meeste data. Oh ja? Ja. Het is gewoon een openbare kennis. Die publiceren hier regelmatig over. Maar ze focussen constant op die front-end in feite van eigenlijk alles wat big data is. Want op het moment dat je daar een laag dieper in gaat zitten, ja, dan moet je opeens gaan verantwoorden van, als Oracle zo slecht is, waarom doet de hele overheid daar zaken mee? Hmm. En hoe kunnen wij garanderen dat Oracle niet toegang heeft tot al onze data van onze burgers? Maak je eigen probleem als politicus. Ja, omdat zij heel veel zaken doen met bedrijven als Oracle en IBM. En niet helemaal begrijpen wat er allemaal gebeurt. Ja, ja, dat is volgens mij ook een groot probleem. Dat de manier waarop onze rechtsstaat in elkaar zit eigenlijk gewoon niet bij kan houden. En of überhaupt de schaal waarin techbedrijven op werken. Nee, daar ben ik met je oneens. Okay. Ja, volledig. Wij hebben de verkeerde politici. Iets heel anders. Onze rechtsstaat functioneert perfect. Wat je nodig hebt zijn betrokken politici die durven te duiken op een bepaald dossier en zichzelf daarin vastbijten. En lef durven tonen door te zeggen van wij pikken dit niet bijvoorbeeld. Hmm. Of de vraag te stellen van waarom is er geen Europees Facebook? Waarom is er geen groot Europees softwarebedrijf dat enkel valt onder Europese wetgeving? Hmm. Waarom is SAP als Duits bedrijf nu een Amerikaans bedrijf geworden met een Amerikaans hoofdkantoor? Dus omdat deze bedrijven eigenlijk niet in Europa gevestigd zijn, zijn ze ook niet afhankelijk van de wetten van Europa. Maar ze opereren wel hier en we hebben allemaal onze profiel. Maar wat ik bedoel dus is dan dus dat deze bedrijven zijn globaal. En hoe ga je dat tegenhouden? Ga je Facebook afsluiten? Dus en onze democratie en politiek, die opereert op nationaal niveau, binnen grenzen. Nou, kijk naar het systeem dat ze hebben in Rusland. In Rusland Rusland heeft een wet aangenomen van alle data van Russische burgers is en blijft Russisch en gaat het land niet uit. En hoe je dat wil regelen, interesseert me niet. Dit is de wet. En eerst was van ja, maar niemand gaat hieraan voldoen en heel veel gepraat eromheen. En wat zie je? Iedereen voldoet. Google heeft een eigen cloud daar neergezet. Facebook heeft daar een eigen cloud neergezet. Ga zo door. En op het moment dat jij naar een profiel gaat van een Rus op Facebook in Rusland, dan bezoek je echt letterlijk binnen Facebook de Russische servers. En dat lost het probleem op? Ja, want dan kun je het dus gaan toetsen van waar gaat al die data naartoe. Oké. Okay. En dan heb je dus meer macht over waar die data zit en een beetje als land ook wat ermee gedaan wordt. Kun je auditen op het moment dat het misgaat, et cetera, et cetera, et cetera. Dus wat is het dan dat politici, wat zouden politici moeten gaan doen om dit te voorkomen? Data in Nederland houden? Een wet aan te nemen door hen te verbieden om überhaupt te praten met belangenorganisaties. Hen bedoel je de big data companies? Nee, gewoon de politie aan zich. Wat je nu ziet is dat belangenorganisaties een veel grotere stem hebben in beleid dan de mensen die hen hebben verkozen om een bepaalde functie uit te voeren. Hmm. Daar gaat het mis. Ik ben betrokken geweest bij de totstandkoming van de GDPR, van de Europese privacywetgeving. En vanaf dag 1 heb ik gezegd, dit gaat nooit werken. En wat blijkt? Het is een wet die niet af is, onduidelijk is, niet toe te passen is en het allerbelangrijkste niet werkt. Maar wat het wel creëert, is dat het ontzettend moeilijk wordt voor elke start-up om te voldoen aan die privacywetgeving. Ja. Zelfs met de beste bedoelingen ben je minimaal de helft tot driekwart van je budget kwijt om alleen maar te voldoen aan die privacywetgeving. Ja, ik verbaas me ook heel erg over de AVG inderdaad, omdat het vooral, de inhoud en zo weet ik er niet van, maar het is een wet die voor elk bedrijf geldt. Ja. En hoeveel data heeft
de bakker aan de, op de hoek. Of andersom, hoeveel, wat is de impact van de data van de bakker op de hoek versus... Versus de impact van, ja, de, van de data die een Facebook heeft. Ja. En de hoeveelheid inspanning die ze moeten uitvoeren is hetzelfde. Dus je pakt gewoon, je zet meer druk op de kleine spelers dan op de grote spelers. Ja. En heel ideologisch, privacy minnend links heeft dit aangekondigd als groot succes. En toen werd ik gevraagd om namens de Groenen in het Europees Parlement hier onderzoek naar te doen. Ja, en daar kwamen resultaten uit waar ze niet echt helemaal blij van werden. En toen vroeg ze mij van, nou ja, kun je die resultaten substantiëren? Ik zei, nou ja, ik heb genoeg... Wat voor resultaten kwamen eruit? Nou ja, ik bracht 6 sluipwegen in kaart die de AVG compleet omzeilen. Noem eens een voorbeeld. Bijvoorbeeld anonieme data. Nee. Wij vinden vanuit de wet dat anonieme data bestaat. Er bestaat geen enkel onderzoek, zowel theoretisch als experiment, wat aantoont dat anonieme data kan bestaan. Dus alle data die gestuurd wordt via het internet is te traceren? Uiteindelijk is alle data niet meer anoniem. Ja, en dit zei Omar Rijst van Joost, die ik toen, die ik ook wel eens gesproken, die zei ook inderdaad, van op het internet is eigenlijk geen anonimiteit mogelijk. Nee. Tenminste, het is niet onmogelijk om je anonimiteit weg te halen. In combinatie met tijd. In combinatie met tijd, ja. Want hoe meer tijd, hoe meer data ik heb, hoe sneller ik iemand kan identificeren. Ja. En tot welk niveau? Ja, dan kun je kijken naar het Netflix-onderzoek, volgens mij uitgevoerd door MIT. Om te kijken van, oké, kunnen wij alleen maar op basis van kijkgedrag bepalen van de persoonsgegevens van mensen achterhalen? En dat hebben ze binnen die testgroep bij iedereen kunnen doen. Persoonsgegevens, adressen, noem maar op. Alleen van klikken. Hoe kan dat? Ja, lees dat onderzoek. Het is echt ontzettend gaaf. Hoe heet het onderzoek? Als je zoekt in Google van Google Scholar, Netflix, MIT, Anonymous Data, dan zien we in één keer staan. Dus mijn klikgedrag verraadt wie ik ben. Ja, sowieso. Op Netflix. Ja, ja, op Netflix, specifiek op Netflix. Ja. En hebben ze ook hebben ze dat tegen data van andere databases gehouden of puur alleen die Netflix? Beide. Hmm. En nog zo'n onderzoek nog van pas geleden, dat, waar wij ook aan hebben meegeholpen, was door de Duitse NDR, de publieke zender daar, voor het onderzoeksprogramma Panorama. En daar kregen wij 160 gig aan gratis clickstream data. En clickstream registreert niks anders dan, jij klikt nu op die link, dan op die link, dan op die link. En wij op een gegeven moment hadden wij 3 miljoen Duitsers geïdentificeerd. Net over de 3 miljoen Duitsers. En van al die data hebben 12 mensen niet kunnen identificeren. Even een andere vraag. Waarom is dat zo'n probleem dat die privacy niet meer gegarandeerd is? Nou, welke implicaties wil je eraan plakken? Ik begrijp dat het heel problematisch is wanneer bedrijven dat kunnen achterhalen. Wanneer individuele partijen dat kunnen achterhalen. Omdat je niet weet wie dat zijn. Het dus kan problematisch zijn wanneer overheden dat kunnen achterhalen, omdat het je meer macht geeft over alles. Maar is het dan alleen maar een probleem vanwege het feit dat het mis kan gaan, omdat je foute spelers aandoen kan hebben? Nee, het is vanaf dag 1 een beperking van je eigen vrijheden. En de mate daarin, wat jij een beperking vindt, dat hangt af van persoon tot persoon. Mm-hmm. En als we nou eens in een wereld zouden leven waar privacy gewoon niet meer geldt en waar iedereen's data openbaar beschikbaar is. Dat is een wereld met heel veel criminaliteit. Want? Nou ja, wat heb ik nodig om een lening aan te vragen in Zuid-Afrika? Nou, ik moet ergens ingeschreven staan daar. Ik moet een legitimatiebewijs hebben. Ik moet een postadres hebben. En dan kan ik aan de slag, want alles vindt digitaal plaats. Maar als het goed is, kan ik dus traceren dat jij niet die persoon bent. Want als ik alle data heb, kan ik als het goed is ook weten wanneer jij je iemand anders impersonate en wanneer niet. Dan moet je iemand ook, niet alleen weet je alles van die persoon, maar dan moet je iedereen ook real-time gaan monitoren wat ze aan het doen zijn. Daar zijn ze in China mee bezig, denk ik, toch? Nee. China past een systeem toe dat... Een jaar of 4, 5 geleden op de IATA-beurs
heet One ID, gepresenteerd hebben gekregen in Dubai. Wat wij nu overal in de wereld aan het toepassen zijn. Want ook in het Verenigd Koninkrijk was het niet een probleem dat mensen met een Brits paspoort daar gewoon via gezichtsherkenning nog niet eens meer langs iemand van de douane hoeven. Ik bedoel, het is... Maar dat is een heel ander systeem het dan... Het is hetzelfde systeem dat op een andere manier wordt toegepast. Oké, okay, fair enough. Maar wanneer je het gemakkelijker maakt voor iemand om door de douane te lopen, is het wat anders wanneer je iemands kredietsaldo verandert omdat hij, whatever, weet ik veel, door rood loopt. Ik weet dat, ik snap dat het dezelfde mogelijkheid geeft, maar... Je weet wat het BKR doet? Ja. Je weet dat dat een private instelling is? Nee. Oké, okay, dat is een private instelling. Ja. Die verkopen ook kredietgegevens aan andere bedrijven van, zouden we hem iets moeten leveren, ja of nee? Mm-hmm. En om jouw gegevens in te zien, of om raad te plegen wie jouw gegevens toetst, moet je voor betalen. Ik bedoel... En hetzelfde dat is vreemd. Doet, ja, dat is raar. Hetzelfde doet de Bradstreet en Graydon en noem maar op. Maar voor ons is het onzichtbaar, waardoor het lijkt dat waar ze bezig zijn in China hartstikke verkeerd is. Nee, maar oké, okay, fair enough. Het is vreemd dat je voor je eigen gegevens moet betalen. Ja. Dat is niet oké, okay. Dat ben ik met je eens. Maar wederom, als ik jouw geld wil lenen, mm-hmm. of jij mijn geld wil lenen, is het terecht dat ik weet wat jouw geschiedenis is geweest met geld lenen. Ja, andersom hè. Ik zie dat jij de hele tijd zit te zoeken naar auto's. Mm-hmm. Dus ik ga je ook goedkope autoleningen aanbieden. Gewoon adverteren. Mm-hmm. Is toch precies hetzelfde? Ja, maar dat is ook niet erg, denk ik. En is het dan erg wanneer ik alleen de bedrijven adverteer waarvan ik weet dat jij daar door de kredietscores heen komt? Want dit gaat allemaal naar conversie. Ja, nee, ik ben een vader. Ja, ik ga even met je mee, hè. Ja, eerlijk gezegd zou ik denken dat dat ook niet erg is, want ja. Wat heb ik eraan om contact, wat heb ik als ja. zoeker eraan om contact op te nemen met en een... En nu plaats ik je in een doelgroep waarvan ik weet van, jij kunt eigenlijk bij al die bedrijven niet terecht, behalve bij mij, en hun tarieven liggen zo en zo, dus ik kan dit extra rekenen aan jou. Want eerst heb je een voordeel in zo'n systeem, en op een gegeven moment werkt zo'n systeem tegen. Dat is het punt wat ik probeer te maken. Ja. Ook in China. Ja. Ik ben even aan het denken of je het recht hebt om meer te rekenen wanneer... Er is geen enkele wet die jou daarvoor beschermt. Nee, nee. En er zijn dus ook geen wetten die je daar... Dat is dan de volgende stap. Dit kan in principe nu gebeuren. Dit gebeurt al. Al. Als jij nu op tix.nl gaat kijken voor vliegtickets en je gaat daarna naar Skyscanner, je gaat daarna naar Expedia, dan nemen de kosten van die tickets alleen maar op. Mm-hmm. En naarmate jij harder op zoek bent, weten ze dat jij meer haast hebt. Ja. Dus, weet je, wij passen het subtieler toe, het zo zeggen. Ja, ik kom zo hier even op terug. Maar de reden waarom ik ben aan het denken waarom dit problematisch is, en ik denk dat ik het wel kan verwoorden, omdat de prijs van een product of dienst niet meer afhangt van de waarde van die product of dienst of in de productieketen, markt. Of productieketen, whatever. Maar puur en alleen maar wat jij ervoor over hebt. Ja. Maar is dat niet sowieso de prijs? Van een marktgekozen prijs? Ja, op het moment dat je een keuze hebt in producten, eens. Maar op het moment dat je geen andere keuze hebt, dan is het iets anders. Ja, dus vanwege die monopoliepositie en dat je dan zelf de prijs kan bepalen, mm-hmm. dat is een probleem. Dat is problematisch. Ja. Fair enough. En dus je zou ook zeggen dat heel veel bedrijven deze monopoliepositie hebben. Of in ieder geval dat deze monopoliepositie gecreëerd wordt door de manipulatie van welke informatie jou getoond wordt. En om een goed voorbeeld te geven, op het moment dat je aan die marktposities gaan zitten sleutelen, iedereen heeft wel iets opgemerkt van, ja, die Huawei, dat spioneert overal en noem maar op. Mm-hmm. En dat is een heel groot probleem, want China, ja, die kan bij ons spioneren. Maar in de tussentijd hebben we een heel spionageschandaal in Nederland achter de rug met de NSA en Edward Snowden, noem maar op. En je hoort niemand van, we moeten Microsoft verbieden. Mm. Of Apple gaat er morgen uit. Ja. Omdat die marktpositie wordt bedreigd, worden er dan maatregelen genomen tegen dat nieuwe bedrijf dat hier niet eigenlijk binnen ons systeem mee wil doen. Ja, ja, ik denk ook dat die hele hype rond op Huawei en die 5G ook zeer overdreven is. Of heb ik het daar dan weer mee mis? Is die... Nou, dat kunnen we waarschijnlijk teruglezen over een jaar 40. Ik bedoel, ja. Je kunt daar geen pijl op trekken. Je kunt alleen zien, dit is een hele vreemde situatie waarbij land A
bij ons spioneert, actief, ja, bewijzen, noem maar op. En als land B dat doet, dan is dat verkeerd. Dan moeten wij in actie komen en alles in werking stellen. Om, nou ja, toen land A deed, was het ook verkeerd. Maar de posities van Apple en Microsoft zijn zo sterk dat niemand ze weg gaat sturen. Precies. Dat is denk ik ook het probleem. En inderdaad, dus je kan ook zeggen dat Huawei natuurlijk nu een gevaar begint te lopen voor Microsoft en Apple. En wellicht ook Samsung zelf. Mm-hmm. En dan kom je terug weer op het idee, oké, wat is een politieke campagne? Ik kan politiek voeren, maar ik kan ook informatie geven die misschien wel waar is of onwaar is. Ja. Maar alleen die specifieke informatie geven die voor mijn doelgroep belangrijk is. Ja, daarom lig ik altijd echt compleet in de deuk als ik weer het MIVD-hoofd of het AIVD-hoofd van hoor dat China een enorme bedreiging is. Dan zeg ik van ja, en de Amerikanen dan? Want elke succesvolle start-up hier, die vertrekt meteen daar naartoe en wordt het Amerikaans bedrijf. En opgeslokt door een Amerikaans bedrijf met economisch spionage. De CD, de DVD, noem maar op. Allemaal Nederlandse uitvindingen. Mm-hmm. Is het patent hier geregistreerd van de VS? Weet, is het in de VS geregistreerd? Ja. En ja, maar wat doe je hier tegen? Wat kun je hier tegen doen? Nou ja, politici zover krijgen dat ze eens een keertje echt moeten gaan investeren in een Europese bedrijf. Wij kunnen als start-up, en dat is ook voor elke start-up zo, wij kunnen nergens financiering krijgen. Gewoon een lening. Mm-hmm. Banken helpen je niet hiermee. Want die zeggen van ja, sorry, we doen geen kostenfinancieringen. Wat vooral start-up is. Ik wil het ontwikkelen, noem maar op. Omdat banken nog steeds geënt zijn van je hebt 1000 stoelen nodig. En hoeveel stoelen ga je verkopen per maand, noem maar op. Maar die zijn niet van ik heb een website en ik heb zoveel bezoekers en dit gat vul ik in de markt, et cetera. Ja, daar hebben ze geen financieringsproducten voor. Ik stond voor de metafoor van 1000 stoelen niet. Oh, producten, als in producten. Ja, oké, ja, fair enough. Tenzij je een bepaalde grootte hebt en dan krijg je het wel gefinancierd. Maar hoe kom je tot dat punt? Nou, er is niets wat een bank verplicht om mee te werken omdat er dat soort producten ontstaan. En je vindt dat banken wel verplicht zouden moeten zijn? Ja, ook die vervullen een maatschappelijke functie. Door de banken kunnen wij rekeningen betalen, kunnen wij ons geld sparen, noem maar op. En wij sparen bij die banken zodat zij het weer aan ons kunnen uitlenen als maatschappij. En daar rekenen ze rente voor. En dat is hoe. Dat is eigenlijk het bestaansrecht van banken. Maar zijn banken niet gewoon. Je betaalt in principe voor het veilig houden van je geld, toch? Nee. Nee, niet meer. Wij betalen zelfs bij de totstandhouding van die banken. Ja, oké. Okay, dat snap ik. Maar je zegt dat het bestaansrecht van banken is dat ze die rente weer over. Over de maatschappij eigenlijk verdelen weer. Ja. Maar wat je dan lijkt te zeggen is dat banken in principe geen winstoogmerkende bedrijven zouden moeten zijn. Jawel, daarom rekenen ze een bepaalde rente. Daarom krijg jij rente voor, nou niet meer, rente niet op meer, spaargeld. Inderdaad, ja. Moeten zij dus meer rente ontvangen per lening die ze uitschrijven. Ja, ja, maar wat je dan net ook daarna zei was dat ze die rente in principe over de maatschappij weer moeten verdelen. En dat je hebt geen andere keuze als bank zijn om dan die geld te verdienen, normaal gesproken. Zo hebben banken echt eeuwig gewerkt. Ik geef jou geld en daar krijg ik een bepaalde rente voor. En jij kunt een deel van dat geld uitlenen, zodat je daar ook geld aan verdient. En waar gaat het geld dan nu heen? Ja, geen idee. In ieder geval niet naar de start-ups in Nederland. Ja. En wat je zou zeggen is dus dat banken in principe verplicht moeten worden om start-ups te kunnen te helpen. Of in ieder geval start-up cultuur. Nou, dat er in ieder geval op zijn minst beleid zou moeten komen vanuit de Nederlandse bank of vanuit het ministerie van Financiën. Dat banken ertoe verplicht dat zij beleid hebben, zodat zij ook deze groep kunnen helpen. Want wat je nu ziet is, je begint heel klein en vervolgens val je ergens op en dan verdwijn je naar het buitenland toe. En het nadeel daarvan is dat wij gewoon hier heel veel kennis en innovatiekracht verliezen. Dat is denk ik wat je dan bedoelt. En dat is ook, ja. Ja, die kennis en innovatiekracht, die blijven wij hier ophalen. Maar intussen verhuist al die waarden naar het buitenland toe, waar er banen worden gecreëerd en noem maar op. Hmm. Ja, ja, daar hebben wij natuurlijk het nadeel van. Hmm. Dus het probleem waar we mee zitten zijn gewoon politici in principe die verkeerde beleid maken. En niet sterk genoeg zijn. Geen beleid maken. Geen beleid maken. En jouw werk zit erin dat je daar probeert over te adviseren en te overtuigen en daar verandering te brengen. Ja. En is dat ook wat je met de Piratenpartij doet?
De Piratenpartij, daar ben ik heel lang bij betrokken geweest. Ja. En de Piratenpartij is nog steeds zoekende. Of het nou eigenlijk een politieke partij is of niet. En wat ze nou eigenlijk zelf willen. Het zit nog steeds, ook al zijn ze nu, ik geloof, een jaar of 10, is het nog echt in de kinderschoen. Ouder zelfs. Nou, 10 jaar ja. Is ook een heel korte tijd voor een partij, denk ik. Nou, nee. Nee? Nee. Nee. Dus, ja, wat wil de Piratenpartij? Of ja, Geen idee. Ze zijn nog aan het zoeken, maar wat ja. Legt een beetje uit wat misschien... Voor de Piratenpartij was het belangrijk dat er goed beleid komt op ICT. Goed privacybescherming voor burgers. En inperking van de macht van de allergrootste techbedrijven. Mm-hmm. Dat waren echt vooropgesteld de belangrijkste punten van de Piratenpartij. Dat is ergens verzand in... Ja, maar hoe staan we tegen kinderopvang? Dat je daar eindeloze discussies over kunt voeren. En je kunt daardoor constant heel moeilijk een stap vooruit maken. Of überhaupt op de actualiteit inspringen. Omdat het vooral een hobby-praatclub is. Dus je zou zeggen dat ze gewoon niet goed georganiseerd zijn als partij? Nee, niet georganiseerd. Niet georganiseerd. En wat zou je... Dus je zou zeggen dat ze terug moeten naar die kern. ICT, privacy en... Wie zijn wij? Als partij, hè? Ja. Ja. Zijn wij een politieke partij? Of zijn we meer een soort van burgerrechtenclub? Wat denk je zelf? Ja, hangt vanaf van welke mensen je erin zet. En nu heb je een beetje van alles wat ertussen loopt. Ja. Wat vind je dat zo, hoe het sterk zou zijn? Nou ja, er is gewoon een enorme behoefte aan een partij die gewoon technisch is aangelegd, liberaal is. En je ziet nu wel dat gat nu wordt opgevuld door FVD bijvoorbeeld, maar ook voor een groot deel door GroenLinks. Waarbij mensen maar denken dat ik moet maar stemmen op die partij, want dan hoop ik dat er in ieder geval iets verandert. Mm-hmm. Gewoon iets heel pragmatisch door te zeggen van, joh, wij vinden dat de allergrootste bedrijven ook gewoon belasting moeten betalen. En niet 1-2%, maar net zoveel als de bakker op de hoek. Mm-hmm. En zou je dat niet sterker zijn als een lobbygroep eigenlijk? Nee. Waarom niet? Want dan kun je de huidige politici die al aan de macht zijn, die kun je gaan beïnvloeden. Maar wat heb je te bieden als lobbyorganisatie aan die kant? Daarom ben ik het heel groot voorstander van het afschaffen van dit soort belangenclubs. Want wat je ziet is, alles wat in het voordeel is van burgers, je kunt niets bieden aan politici waar ze in geïnteresseerd zouden moeten zijn. Maar zijn lobbymaatschappijen alleen maar groepen die een dienst uitwisselen? Of zijn het ook groepen die echt expertise, advies verlenen? Nee. Dat was misschien heel vroeger zo, maar tegenwoordig is het van, als jij ons helpt hiermee, dan kunnen we jullie weer daarmee helpen. Dus, maar er zijn toch ook wel kleinere lobbygroepen die gewoon expertise verlenen over? Ja, bijvoorbeeld Open Media is er één, die heel erg tegen Artikel 13 zat te vechten. Ja. Tegen de wat hebben die dan te bieden? Ja, niets. Dus die doen ook niets. En dat is dan een Canadees bedrijf die vanuit Canada in Europa politici probeert te beïnvloeden. En niet direct. Die opdracht leggen ze weer bij allemaal burgerrechtenorganisaties met, ja, dit ligt er, ga zelf iets doen. Mm-hmm. Maar zoals je het nu beschrijft, is het dus het geval dat blijkbaar politici allemaal geïnformeerd worden door belanghebbende experts. 99% van de tijd. 99% van de tijd. Ja. Waar komt die 1% vandaan dan? De boze meneer die af en toe zijn brief schrijft naar een Tweede Kamerlid of een Europees parlementslid. En dan wordt hij uitgenodigd en dan zit er een politicus tegenover je of politica. Zeg van, ik ben het helemaal met je eens. Hartstikke erg. Nee, heel erg. Ik ga vragen stellen. En dan krijg je netjes een lijstje, gewoon per mail, van deze vraag heb ik gesteld. En daarna krijg je van, oh, deze antwoorden heb ik teruggekregen. En dan, als je nog door blijft drukken, dan hoor je in één keer van, ik ga een motie indienen. En vervolgens gebeurt er helemaal niks meer. Ja. Want die boze burger, die gaat niet een wetsvoorstel schrijven. Ja, helemaal gelijk. Ja, ik begin me echt op dun ijs hier, want ik weet hier dus helemaal niks vanaf. Maar zoals je nu beschrijft, is het echt enorm rigoureus. Dat betekent dus dat gewoon al onze politici verkeerd geïnformeerd zijn. Al onze politici zijn met verkeerde dingen bezig. En dat is vooral van, hoe vaak kom ik in de media? Hoe populair ben ik daarin? Hoe staat het met mijn Twitter-volgers? Niet van, ik heb een wet die aangenomen moet worden.
Of dat is een probleem, daar moet een oplossing voor komen. Dat vind ik lastig te geloven, man. Dat vind ik echt lastig te geloven. Dat onze politici vooral bezig zijn met... Met ik zichzelf. Ik snap best dat ze bezig zijn met hun eigen reach te vergroten. En hun eigen bereik te vergroten. Ik heb het niet over de partijen. Ik heb het over hun eigen bereik. Ja, dat begrijp ik. Hun eigen bereik. Hun persoonlijke bereik. Daar ben ik heel met je eens. En sommigen zullen daar meer narcistisch in zijn dan anderen. Maar dat politici vooral bezig zijn met hun eigen narcisme. En niet echt een bepaald doel hebben voor ogen om de maatschappij waar ze in zitten te verbeteren. Ja. Dat vind ik echt heel sterk. Nou, ik lees het interview van Astrid. Volgens mij was dat in Trouw of de Volkskrant. Waarom zij niet meer terug de politiek in wil. En dat is waarom? Nou, vanwege dit. Alles draait maar om het ik. En niet zozeer van, we moeten samen ergens komen of iets bereiken of dit is goed of wat dan ook. Maar, fair enough. Maar en die zat dan in een regeringspartij destijds. Dat het om het ik gaat, dat betekent nog steeds niet dat je... Het betekent nog steeds niet dat je niet vindt dat jij het beste idee hebt voor de maatschappij. Dat je daar misschien verkeerd in bent, dat kan kloppen. Dat je daar misschien te egoïstisch in bent en dat jij denkt dat jij de beste bent. Maar wie wil... iemand zei ooit, een Tweede Kamerlid zei ooit tegen mij van... Maar wie wil ooit een goed politiek probleem ooit oplossen? Dat kun je gewoon jaren opteren aan populariteit. Immigratie hebben we morgen opgelost als we dat willen. Vluchtelingen, geen probleem. Oké, dan ga maar ik... Maar wie heeft daar baat bij? Het land waar je, die je probeert te helpen. Dus ja, maar wat je nu echt, wat je nou wel aan het zeggen bent, en dit is wel echt heel sterk, en fair enough, ik zeg niet dat het niet klopt, maar dus we hebben dus een kabinet met... Nee, politici. Sorry, politici. Ja. We hebben een Tweede Kamer waar politici in zitten. En eigenlijk zijn die allemaal een toneelstuk aan het spelen. De meeste. De meeste zijn een toneelstuk aan het spelen. En sommigen die weten nog niet dat ze een toneelstuk spelen. Dat zijn zeg maar de iets naïvere idealisten die nog denken dat ze daar nog zitten om iets te kunnen veranderen. Wat is het toneelstukje? Zeg maar, wat is het toneelstukje dat ze aan het spelen zijn? Onze partij is de beste. Onze leider is de beste die wij ooit voor dit land zouden kunnen hebben. En ik ben heel goed op mijn portefeuille hoor. En wie trekken aan de lijntjes? Ja, wie stelt de kieslijst op? De partij zelf? Het partijbestuur en de lijsttrekker of het algemeen? De politieke leider? Oh, dan is een partij... Het enige reden wat een partij aan het doen is zijn eigen stemmen verhogen. En niet... Ja. Oké, maar dan ben je de beste en dan wat? Gewoon jezelf nummer 1 houden. Ja, een baantje blijven houden. Hmm. En het liefst nog een beter baantje. Dus en dat klinkt heel erg cynisch. Het werkt gewoon zo. Nee, kijk, het klinkt inderdaad heel cynisch. En misschien is het zo. Het lijkt me alleen heel sterk dat... Kijk, als je narcist bent... Mm-hmm. Laten we ervan uitgaan dat dus de meeste mensen in de Tweede Kamer narcisten zijn. Want dat lijkt je wel te dat lijkt nou, wel nog te, niet eens. Niet per se. Of heel pragmatisch. Of heel pragmatisch. Oké, laten we even de narcistisch opgaan. Dan kun je toch veel beter voor een bedrijf gaan werken en je eigen bedrijf starten en daar groot in worden. Dan heb je ook helemaal geen probleem met een loonplafond. Ja, helemaal met je eens. Maar als je niet heel veel kan. Dus ze zijn cynisch, pragmatisch en incompetent. Nee, maar dit is wel heel veilig. Als iemand tegen jou zegt van, weet je, hij zit hier op nummer 3 neer voor de VVD. Weet je zeker dat je daar... Je hebt sowieso een baan voor 4-5 jaar. Ja. En dat de kans groot is dat je daarna nog steeds in die top 3, misschien nummer 1, of misschien net eronder op nummer 5 terechtkomt, dat je daarna weer 5 jaar aan de slag kunt. Mm-hmm. Dat je niet ontslagen kan worden, dat je niet wordt afgerekend op wat dan ook. En dat je wordt uitgenodigd voor de leuke feestjes, de borrels, af en toe eens een keertje een praatje ergens houden. Het is wel heel relaxed werk hoor. Met absolute bestaanszekerheid. Ik ontken zeker niet dat er van die wicked incentives kunnen zijn in zo'n positie, die wellicht afleiden van wat je aan het doen bent, maar dat de meeste mensen in de kern ook eigenlijk voor die dingen in de politiek zitten. Ja, ervoor voor zijn, zeg maar, ik ben voor het oplossen van een bepaald probleem voor burgers of wat dan ook. Ja. Maar als ik daar een politiek voordeel uit kan behalen, dan weegt dat voordeel zwaarder natuurlijk, want ja, dat raakt mij persoonlijk en kan er veel meer mee. Ja, ja. Mag ik iets vragen? Bedoel je dan eigenlijk te suggereren dat
Want die mensen gaan niet een bedrijf en zijn de politiek in, juist omdat ze die aandacht eens opzoeken dan. Of die zekerheid. Die zekerheid dan. Ja. Okay. Nou, op het moment dat ik tegen jou zeg van, hey, ik betaal je 7.000-8.000 euro per maand de komende 5 jaar. En het enige, en ik kan je niet ontslaan, het enige wat je hoeft te doen is hier af en toe te komen. Zou je niet waarden dat ik je niet kan ontslaan? Je kunt niet ontslagen worden. Dat is in die US-deal. Die is zelf opgestapt. Die heeft zijn zetel teruggegeven. Ja, klopt. Maar volgens mij was het niet per se dat hij heel blij zei, oh, ik ga hier weg. Volgens mij was daar... Maar hij is uiteindelijk is die verkozen op persoonlijke titel. Ja. Die zetel is van hem. Als hij op dat moment had gezegd van, ik ga niet weg, dan was die zetel van hem. En daar hoeft hij tot aan tot aan de verkiezingen, hoeft hij nog niet eens te komen opdagen. Fair enough, ja, dat klopt. Dat klopt. Even nadenken hoor. Pas op wat je vroeg zijn. Even nadenken hoor, waar zitten we? Grote bedrijven die zijn begonnen met het idee om gewoon puur geld te verdienen. Mm-hmm. Dus die mooie doelen, dat zijn cover-ups voor het sluik wat daaronder zit. Nee, daar baseer je een verkiezingsprogramma op. Nee, ik was terug naar het begin aan het gaan. Ja. De big tech companies. Oké. Okay. Ja, dus dat is allemaal sluik wat eronder zit. En dan hadden we een uitstapje gemaakt naar de wetten die ons eigenlijk helemaal niet beschermen tegen het gebruik van onze data. Ja. En dat we daarmee heel sterk gemanipuleerd kunnen worden voor het een of het ander. Dus we geven China wel shit voor wat ze aan het doen zijn, maar wij doen hetzelfde. Alleen netter, man. Netter. Mooie gordijnen. Ja, ja. wij verhullen het beter. En onze politici zijn grotendeels pragmatici die wellicht ook narcistisch zijn. Ja, vooral pragmatici. Vooral pragmatici, ja. En where do you go from here? Kijk, dus wat kun je dan als persoon doen? Want je begeeft je wel in die kringen. Je geeft wel zelf, advies. Je geeft, zelf proberen daarin zoveel mogelijk invloed uit te oefenen. Dat lukt aardig. Ik schrijf nog steeds heel veel moties en amendementen op wetsvoorstellen. Noem maar op die politiek helemaal niet interessant zijn. Heel saai. Wet financieel toezicht en zo. En tegelijkertijd werken dus aan nieuwe dingen zoals BackMe. Om daar meer macht naartoe te halen. Waarbij de macht niet meer centraal zit rond één persoon of een groepje mensen, maar zodat je dat zo breed mogelijk verspreidt. Ja, dus om die invloedssfeer daar te vergroten. Ja, en die invloedssfeer die vergroot je op het moment dat het voor hele grote journalisten interessant wordt om een BackMe-pagina op te zetten en dat ze daar voldoende inkomen uit halen, dat ze ook kunnen zeggen van, hey, maar wacht even, ik hoef niet meer de halve woordvoerder voor de VVD te zijn. Ik verdien veel meer via de mensen die mij steunen via BackMe, dan dat RTL Nieuws mij ooit zou kunnen betalen. Mm-hmm. Dan leg je weer de macht terug bij een persoon. En dan maak je het nieuws ook weer veel meer persoonlijker, want jij vertelt dat tegen mij. En ik steun jou zodat jij dat nieuws kan brengen. Ja. En niet de NOS of RTL Nieuws. Ja. Ja, ik denk dat zulke monolithische instanties in principe inderdaad veel te sterk zijn geworden en de verbinding tussen van persoon tot persoon in de weg staan. Terwijl het internet als medium ons in staat stelt om dat wel weer te gaan doen. Wel te gaan opzoeken. Kijk, in een soort van ideële, archaïsche maatschappij waarin we 150 mensen in onze stam hebben, dan kennen we elkaar persoonlijk. Precies. Maar wanneer je een identiteit wil vormen als land zijnde, dan werkt het gewoon niet wanneer je mensen niet persoonlijk kan zien. Ja. En het internet geeft ons de kans om persoonlijke relaties te hebben met mensen Precies. die we nooit gaan ontmoeten. Nou, bij Border Sessions, dit jaar was BBC en zo, en daar zaten we in hele kleine workshops. En iemand vroeg, ja, maar hoe bestrijden we nou uiteindelijk dat fake news framen? Ik zei, begin bij begin. Ja, wat bedoel je? Ik zei, benader alle media gewoon als entertainment. Op het moment dat je dat doet, dan geef je iedereen de eerlijke kans van overtuig mij maar dat jij gelijk hebt. En bij iedereen ligt die grens anders. En hoe bedoel je dan als je ze allemaal... Als jij naar het NOS kijkt en je gaat vanuit dat entertainment is, in plaats van nieuws, dan ga je erover nadenken. Hmm. Je benadert het niet meer als van, oh nee, dit zal wel waar zijn. Ja. Je hoort van, ik noem maar wat, de gletsjers op Groenland zijn enorm aan het smelten. Nou, dat zeggen ze wel, maar ik ga eens even kijken of dat klopt. Want ja, al die... NASA, alles door de open data.
Mm-hmm. En alles is voor je voorgekoud, want iedereen heeft er wel een keertje naar gekeken. Ja. En dan vind je allemaal artikelen van mensen die zeggen van ja, dat klopt helemaal niks van. En de ander die zegt van dat klopt wel. En op een gegeven moment kom je dus bij mensen die daar ergens rondlopen en foto hebben gemaakt, noem maar op. Zodat je ook je eigen conclusies kunt trekken. En waar we nu naartoe aan het gaan zijn als maatschappij is van, ik duw maar informatie bij jou naar binnen, waarvan ik vind dat jij dat moet weten. Mm-hmm. Want je kunt niet tegen het NOS zeggen van, ja, maar ik ben helemaal niet geïnteresseerd in financieel nieuws. Ik wil vooral dat. Ik wil dat op het journaal. Op het journaal, ja, ja. Dat klopt, ja. Maar ja, op het internet wel. Op de app kun je gewoon aangeven dat je geen financieel nieuws wil zien. Ja, maar ook niet al het nieuws staat in die app. Ja, fair enough. Begrijp je? Ja. En op het moment dus dat je die, al die platformen benadert als entertainment, dus eigenlijk net als de rest, dan neem je ook dingen iets minder serieus. En dan ga je ze al standaard al relativeren. Ja, ze zeggen dat wel, maar het is niet helemaal waar. En natuurlijk is het nooit helemaal waar, want het is ook maar een verhaal van één persoon met bronnen en noem maar op. Mm-hmm. En het is niet een rechtszaak waar een rechter uiteindelijk een balans op maakt van feiten en waarden en noem maar op. Ja, en uiteindelijk kun je het ook gewoon met iemand oneens zijn. Want de persoon kan misschien wel de feiten precies heel erg opgenoemd zoals, ja, zoals het gebeurd zijn. Maar alsnog een andere conclusie eruit trekken. Ja, en dan krijg je dus van, wij zijn het wel of niet met elkaar eens in deze mate. Ja. En dat is iets anders dan, jij bent fout. You're fake news. Ja, inderdaad, want ja, die hele term fake news en post-truth en dergelijke. Ik vind ze geweldig. Je vindt ze geweldig, waarom? Ja, omdat het helemaal bedachte termen zijn die dan een eigen leven zijn gaan leiden. Mm. Uiteindelijk heeft het Europese parlement erover. De Europese Commissie richt een organisatie op om fake news te bestrijden. Dat je denkt van, al het nieuws is per definitie fake. Want ik kan het niet objectief vaststellen. Anders moet ik er naartoe, dan moet ik het gaan bekijken en dan onderzoeken en dan zelf de conclusie voor mezelf trekken dat het echt of net nieuws is. Ja, ik denk dat mensen dat veel meer moeten doen, inderdaad. Ja. Dat ze veel meer moeten oppassen met wat ze aan het lezen zijn, überhaupt. Ja, maar nu heb je dus een organisatie die gaat zeggen van, nee, dat is nep. Dat maar hebben we voor jou uitgezocht. Het punt van fake news zijn organisaties die letterlijk dingen verzinnen. Ja. Dat is wat anders dan verkeerde berichtgeving. Uh-huh. Maar waarom verzinnen ze zo'n dingen? Bijvoorbeeld om verkiezingen te manipuleren of om kijkcijfers te veranderen of whatever. Ik sla wel even een paar stappen over. Helemaal aan het begin heb je twee partijen die profiteren, zeg maar, van fake news. Mm-hmm. Dat zijn over het algemeen de grootste media en politici. Mm-hmm. Twee hele beperkte groepen die je heel goed kunt reguleren. De ene groep reguleert zichzelf in feite al. Politici. Ja. Ja. Maar politici kunnen het zelf ook niet, kunnen zichzelf ook niet van weerhouden dat als iets 1000 keer gedeeld is, om daar zelf ook nog eens een keertje op te reageren. Om daar nog meer rugbaarheid aan te geven. Dus, en wat je nu ziet is van, de Tweede Kamer heeft niet in het reglement van orde of in welk reglement dan ook opgenomen van, wij gaan sowieso geen nieuws retweeten, delen, over hebben of wat dan ook. Want jouw functie als volksvertegenwoordiger is kennis te nemen van het nieuws, hier te debatteren en hier te komen beleidsvoorstellen, kamervragen te stellen, regering controleren, noem maar op. Heel makkelijk. En dan kun je zelf focussen op het werk wat je moet doen. Doen ze niet, want op het moment dat je dat niet doet, kun je niet constant als journalisten opjutten van, oh, die heeft weer dat gezegd. Ja. Dan moet Baudet, in plaats van dat wij bijna 3 maanden hebben gehad over uilen en mammoeten en weet ik wel wat allemaal. Ja, dan ga je dus andere vragen stellen aan Baudet. Van, ja, ik begrijp dat je het nieuws hebt gelezen, doe ik ook als journalist. Maar wat ga je er tegen doen? Begrijp je? Ja. Je krijgt hele andere discussies. Ja, maar tegelijkertijd is het ook wel een enorm goede medium om als politici direct verbindingen te hebben met je kiezers, bijvoorbeeld. Nou ja, als ik op Twitter een direct gesprek kan hebben met wie dan ook. Ja, maar dat is toch iets anders dan dat ik moet reageren op een stuk op de Dagelijkse Standaard of op de Volkskrant. Dus je zou zeggen dat politie gewoon niet moet reageren op nieuws? Nee. Ja, in de Kamer. In de Kamer. Waar het hoort. En als persoon? In hun privépersoon? Of je bent geen privépersoon. Je bent een privépersoon als politicus. Nee. Daar ben je zelf heel goed van bewust, want wij vergroten ook het privéleven van politici. Uitvergroten. Ja. Die vind ik een lastige. Dat politici
zouden bepaalde dingen wel zouden moeten benoemen en bepaalde dingen niet in de media of in hun social media of whatever. Dat ze bepaalde, onderwerpen alleen moeten mogen bespreken in die specifieke kamer. Nee, niet mogen bespreken. Het is van, je reageert gewoon niet op nieuws. Je ziet iets van de NOS of van Facebook of wat dan ook. Iemand heeft een nieuwsbericht gedeeld. Het is heel makkelijk te achterhalen dat het iets nieuws is. Mm-hmm. En je deelt dat niet en je reageert daar niet op. En dan kun je dus in de Kamer gaan vragen, officieel, want is het ook vastgelegd, traceerbaar, toetsbaar, noem maar op, wat de minister van Veiligheid en Justitie daarvan vindt, of wat dan ook. Het heeft geen enkel extra effect, anders dan populariteitswedstrijd van, oh, die is zo super actief, want die heeft net gezegd dat die man van de Telegraaf verkeerd zit. Ja. Het voegt niets aan het werk als volksvertegenwoordiger toe. Nou, wat het kan toevoegen is, wat je bijvoorbeeld eerder zei, een van de dingen die je probeert te doen, is de invloedssfeer van initiatieven zoals BackMe te vergroten, mm-hmm. omdat je daarmee dus meer invloed hebt, positieve invloed hebt op de situatie die we aan het beschrijven zijn. Dus wanneer als politici op zo'n medium als social media op reageren op nieuws, kan dat jouw invloedssfeer vergroten mm-hmm. om beter om te kunnen gaan met het probleem in de Tweede Kamer zelf. Ja, maar voegt iets toe. Niemand zit in de Tweede Kamer van, ja, maar ik heb vanochtend getweet, weet je, ik bedoel, of ik heb vanochtend op Facebook deze reactie achtergelaten. Die hebben zeg maar laten hun telefoon zien. Het voegt niets toe. En een journalist die stapt naar die politicus of politica toe en zegt van, ja, weet je, ik heb gezien dat je die en die vraag hebt gesteld. Waarom heb je dat gedaan? En dan wordt dat nieuws. Maar dan is dat traceerbaar, noem maar op. Mm. Maar wat de toegevoegde waarde is, dat iemand reageert op een nieuwsbericht van welk medium dan ook. Heel dicht bij huis. Een politicus. Ja. Ja. Het voegt weinig toe. Het voegt weinig toe in het inhoudelijke werk wat jij wordt geacht te doen namens ons daar. Ja, fair enough. Maar jouw inhoudelijke werk kan vergemakkelijk worden wanneer je ziet dat je veel steun krijgt van mensen buiten de Kamer. Dat moet jou juist helemaal niet boeien. At all. Ik bepaal niet per dag wat ik die dag ga doen. Fair enough. Ja, oké. Okay. Ja. En als er dan iets tussen komt, er wordt een aanslag gepleegd of wat dan ook. Ja, dan kan ik wel de hele dag gaan lopen zitten tweeten van hoe slecht wel niet die mensen zijn. En dat die oplossingen beter waren, noem maar op. Ja. Of ik kan gewoon aan het werk gaan. Fair enough. Wat is dan de juiste verhouding tussen weten wat er speelt onder de bevolking en wat en je eigen lijn trekken? Want inderdaad. Precies. Dus gewoon zeggen, oké, heel veel mensen hebben een hekel aan dit. Dus nu ga ik vandaag dit doen. En morgen ga ik dan weer dat doen. Dat is inderdaad niet de juiste. Mm-hmm. Maar aan de andere kant wil je ook geen elitaire politicus zijn die wel even bedenkt hoe het allemaal zou moeten zijn. Nou, dus waar ligt hier goede verhouding dan? Ik heb het alleen over het stukje nieuws. Om het niet verder te delen en op te reageren. Dat betekent dat je de rest van social media kunt inzetten hoe het bedoeld is. Om vooral je achterban te bevragen van, ik ben dit van plan te doen. Of ik ga dat doen, of dan en dan ben ik daar en dan kun je met me praten. Mm-hmm. Of dan en dan gaan wij stemmen over dat onderwerp, of dan komt er een nieuw wetsvoorstel, et cetera. Maar als je nu kijkt naar een gemiddelde stream van een politicus, dan is het alleen maar reacties op nieuws of reacties op reacties op nieuws. En ben je een soort van half columnist die zijn eigen columns aan het verdedigen is. Ja, dat is natuurlijk ook de achterzijde van persoonlijke verbintenis. Dat mensen hunzelf als soort van brengers van de waarheid plaatsen. Ja, want ik breng geen fake news. Nee, natuurlijk niet. Niemand brengt fake news. Nee. Maar het is er toch wel. Ja, precies. Ja, dat is gek. En die termen post-truth en fake news überhaupt zijn wel interessant. Omdat, volgens mij begon het vanwege Trump. Omdat die... Ik heb het in ieder geval in die sfeer... Heb ik het Jordan Peterson, Joe Rogan, dat soort mensen. Ik mis George Carlin in deze tijd. Dat was die comedian, toch? Ja, die echt een hekel heeft aan dit soort woorden. Die dan feitelijk niet zijn. Hij heeft op een gegeven moment de show en ging helemaal los op terminologie die dan werd gebruikt, die in het Engels gewoon een beetje achterlijk is. Zoals een preheated oven. Over dat soort dingen. Dan zei hij van, there's only two states an oven can exist in, heated or unheated. A preheated oven cannot exist in this reality, weet je? En dan post-truth, ja, wat is dat dan, weet je? Hoe duid je dat en hoe plaat je dat? En zo is er een hele vocabulaire ontstaan van nietszeggende termen waarvan je denkt van,
Wat probeer je nu eigenlijk te zeggen? Ik ga wel een poging doen om te kijken of ik van die term een zinvolle term kan maken. Ja. Want hoe het meestal gebruikt wordt is in de zin dat iets onwaar is en dat mensen niet meer naar waarheid kijken om een besluit te nemen om iets te doen. Dat is volgens mij hoe de meeste mensen het zien. In deze tijd kijkt niemand meer naar de waarheid. Maar daarom is Trump gekozen. Het is een handicap. Maar fair enough, dat is een verkeerde gebruik van het post-truth. Maar maar wat nou als je die term zo in zou zetten dat we in een maatschappij leven, of in een wereld leven die zo interconnected is, waarin zoveel bronnen van informatie leven. En we zijn dus daardoor verbonden met zoveel gebeurtenissen in de wereld, waarin we zelf amper kunnen verifiëren. Ja. Dat we eigenlijk niet eens het eens kunnen zijn over welke feiten nou gebeurd zijn in een bepaalde situatie. Maar er is niet zoveel informatie. Dus zoals ik net zei, 93% van al het nieuws in Nederland komt van twee bedrijven. Mm-hmm. Die bepalen. Nou, bronnen van informatie. Dus ik ben het dan met je eens dat uiteindelijk wel uit twee bronnen komt, maar. Vertel verder dan. Er is niet zoveel informatie, zeg je. Nee. En de informatie die er is, omdat er twee bedrijven zijn, is het ook perfect ingericht om op elkaar te blijven reageren. Pietje zegt dit, Jantje moet daar reageren, noem maar op. En zo heb je één politiek probleem, wederom Thierry Baudet, die dan ergens iets zegt, niemand begrijpt wat hij eigenlijk bedoelt. Half Nederland zegt dat is enorm racistisch en seksistisch, noem maar op. En de andere kant roept meteen maanden van, ja, daar komt helemaal niks van, je zit je aan te stellen, dat betekent anders, noem maar op. En dat zijn allemaal over dezelfde labels, terwijl iemand daar bovenin kan zeggen van, jongens, wij moeten gewoon het nieuws brengen. Dus wij gaan dan die meneer vragen vanuit dat label, doe eens even uitleggen, wat bedoel je nou eigenlijk? Ja, oké, fair enough. Maar dat is niet het punt wat ik probeer te maken. Het punt wat ik probeer te maken is dat we in een wereld leven waarin we veel meer connected zijn met gebeurtenissen, mm-hmm. Die we zelf niet meer kunnen verifiëren. Mm-hmm. En daardoor dus ook niet eens weten welke feiten er gebeurd zijn. Yeah. Heel vaak. Nou, bij een Thierry Baudet kunnen we het vaak wel traceren, want die is dicht bij ons. Maar neem even wat er in Jemen gebeurt bijvoorbeeld, of wat er in Sudan gebeurt. Yeah. Al die verschillende bronnen van informatie die ons vertellen wat daar aan de hand is, ik kan naar Jemen gaan en verifiëren, maar het enige wat ik heb zijn die verschillende bronnen die het niet eens kunnen zijn over welke feiten gebeuren. Ja. Dus dat, in die zin zou ik de post-truth world als term zinvol vinden. Sorry, ik dacht in Jemen en toen dacht ik meteen aan de correspondent. Iemand van de correspondent was er op een gegeven moment naartoe gegaan. En die schreef vooral dat het voor hem zelf heel moeilijk en lastig en van alles was. Oh ja. Oh nee, ik heb het zo moeilijk hier. Ja. Heel moeilijk om er te komen. Maar op het moment dat er ergens vraag naar is, heb je altijd mensen die daarop inspringen. En die daar zelf voor gaan regelen, die dat zelf gaan proberen te regelen. Het maakt niet uit welke journalist je spreekt. Ze hebben met elkaar allemaal gemeen dat ze hun verhaal willen brengen. Of een verhaal willen brengen. Mm-hmm. En hoe meer er vraag is naar dit soort onafhankelijke journalistiek, hoe minder je van dit probleem hebt. Omdat je tegenwoordig niet meer een journalist hebt die 30 jaar in Afrika zit. Nee, die moet van alles kunnen doen. En die moet 8 keer per dag moet die iets tweeten. En die moet dingen met socials doen. En die moet 400 woorden per week deze kant op sturen. In plaats van dat, net als in de jaren 80, dat mensen zichzelf vestigen ergens. En hier blijf ik zitten en ik ga het hier nieuws brengen. En dat je op die wijze gewoon verschillende correspondenten hebt van grote nieuwszenders die op die wijze het nieuws brengen. Dat je dat met elkaar kunt vergelijken. Dat is niet meer. Het is nu gewoon een ZZP'er ergens naartoe vliegen en maak even een verslagje. Het moet vanavond af, dus het interesseert me niet wat er wordt gebracht, zolang ik maar verhaal heb. Oh, de machine moet draaien. Ja. De machine moet draaien. Dat is niet nieuws. Dat wederom. Dat is voor mij entertainment. Ja. Nee, ik vind die metafoor om het nieuws te begrijpen als entertainment, ik vind hem heel sterk. Mm-hmm. En ik denk dat het ook een goede manier is om te kijken naar alles wat je leest. Want anders raak je alleen maar enorm gefrustreerd, cynisch, kwaad. Ja, er is heel weinig positief. Maar ja, dan kun je politicus worden, toch? Als je cynisch genoeg bent. Of juist niet. Ja, juist niet. Ja, ik... Ja, bij heel veel dingen wat je zegt, denk ik van, fair enough. Maar misschien heb ik een veel te rooskleurig beeld van mensen. En misschien ben ik dan blijkbaar veel naïever dan jij bent. Nee, jij bent veel jonger. Ik ben veel jonger, Ik herken dit wel eigenlijk. Hoe oud ben je? Ik ben 38. Oké, nou, dan heb ik nog 9 jaar te gaan. Maar dus,
voordat je in die werk zat wat je nu doet, zat je erin zoals ik erin zat, in zit. Ja. En welke gebeurtenissen heb je daarin veranderd? Ik begon te werken in de Tweede Kamer. Ik kreeg te maken met Europese commissarissen, met mensen van het Europees Parlement, met belangenorganisaties. Ja, en dan zie je wat daar allemaal gebeurt. En dan zie je van, weet je, dat de PVV, GroenLinks haten, noem maar op, dat dat eigenlijk ook gewoon één groot spel is. Want GroenLinks ontleent ook voor een groot deel haar bestaansrecht dat er iemand is als Geert Wilders. En andere dat, dat begrijp ik volledig. En dat er binnen die partijen nog harder wordt gevochten dan tussen die partijen. Kijk, het punt is dus dat ik dus volledig met die analyse eens ben met het toneelstuk. Maar dat ik zeg, oké, er is een toneelstuk en er is het echte werk. En dat toneelstuk is er om ons inderdaad in toom te houden en geëngageerd te houden. Maar wat jij zegt eigenlijk is, nee, dat echte werk, dat is het toneelstuk. Ja. En het toneelstuk is wat er aan de hand is. Nou ja, deze hypothese kun je toetsen. Welk probleem hebben politici de afgelopen, pak een beetje, 20 jaar opgelost? Weet niet. Ga googlen. Elk probleem dat ze hebben opgelost heeft geresulteerd in een groter probleem op hetzelfde dossier. En dat is echt iets ook van maar postmodernistisch. Oké, fair enough. Maar dat is geen bewijs voor je punt. Want dat is alleen maar een bewijs van de incompetentie van mensen om hun wereld te verbeteren. Ja, maar dan ga je ervan uit dat iedereen die daar rondloopt, niet alleen de politici zelf, maar ook alle belangenorganisaties, allemaal even incompetent zijn. En dat kun je ook meten. Ja, maar die stelling heb jij geponeerd, hè? Niet ik. Dan, incompetent naar ons toe als burgers. Okay. Zijn banken er nu beter of slechter af dan 20 jaar geleden? Zijn de allergrootste bedrijven er beter of slechter af? Die zijn er beter af, denk ik wel, ja. Zijn de allerrijkste in het land er beter of slechter af dan 20 jaar geleden? Dus ergens worden bepaalde groepen wel gediend en ergens niet. We hebben vorige week of deze week Carola Schouten, die zei van het eten is veel te goedkoop. Toen ik dacht hoe? Heb je geteld hoeveel voedselbanken we hebben? Ja, maar dat was het eten is te goedkoop voor de prijs die je zou voor moeten, echte prijs die je zou voor moeten betalen. Het is wel te duur voor de mensen inderdaad, maar de echte prijs wordt niet doorgerekend. Nee, maar zij gaf de supermarkten, dat is hun schuld. Ja, en waar gaat de supermarkt uiteindelijk de prijsverhoging compenseren? Bij ons. Die zegt niet van, ja, we hebben maar eigenlijk één vleesverwerker in heel Nederland. En die is verantwoordelijk voor al het vlees in Nederland. Dat is Fion. Het is een beetje raar dat wij maar een paar supermarkten nu hebben. In plaats van 20, 30 kruideniers in de stad. Plus supermarkten. Dus ook die hele situatie hebben zij zelf gecreëerd. Net als de consolidatie van de media. En op een gegeven moment kwam ING met, ja, we willen wel Commerzbank in Duitsland overnemen. En niemand vanuit de politiek durfde daarop te reageren. Dus vervolgens dat Duitsland zei van, ja nee, sorry, gaat niet gebeuren. Dat het is tegengehouden. Anders hadden we weer een hele, hele grote bank gehad. Weet je, dus ergens is het heel moeilijk om van woorden over te gaan naar daden en überhaupt dingen te zien aankomen op dit vlak. Ik heb een hele tijd geschreven over armoede. Bijvoorbeeld in de Volkskrant stond op een gegeven moment heel groot CBS geeft aan dat aantal miljonairs in Nederland dit jaar met iets van 10.000 is toegenomen. Dat ik dacht van, oké, maar tegelijkertijd zijn we zoveel armer geworden. De lonen stagneren al sinds halverwege de jaren 70, als je die lijn doortrekt. Dus waar gaat al die extra welvaart naartoe? Als ik 's ochtends in de file sta, het is nu drukker dan ooit, zeker in vergelijking met 2008. Maar tegelijkertijd hoor ik dat niemand meer verdient en meer mensen, meer gezinnen allebei moeten werken om überhaupt rond te kunnen komen. Dus waar gaat dat allemaal heen? Ja, ik denk dat het helemaal klopt dat laat ik het zo zeggen, in elk systeem waar competitie is, neigt het naar monopolie. Want een bepaald onderdeel van degene die competitie hebben, die gaan een stuk vergaren en dat geeft ze meer momentum om meer te vergaren en dergelijke. En ik denk dat een belangrijk onderdeel van wat politici moeten doen of wat de politiek moeten doen, is dat tendens proberen tegen te gaan. Dat hebben we. Dat heet de AFM, de ACM, de Nederlandse Bank, de verschillende ministeries. Al die toezichthouders, echt honderden toezichthouders hebben van alles, kunnen kennelijk niet hun werk uitvoeren. Dus, en wederom, dat is omdat er een toneelstuk gespeeld wordt of vanwege incompetentie? Omdat dit niet heel erg belangrijk is. Zolang dat probleem maar bestaat. En welk probleem bedoel je dan specifiek nu? Elk politiek probleem.
de zorg wordt te duur. Weet je? Ik bedoel, ja, dus moeten we dat systeem omgooien. Moeten we het heel erg goed gaan doen? Nou, het liefst niet. Het liefst dat, heb ik dat een paar grote problemen eruit komen. Zodat ik altijd heb kunnen zeggen van, ik was voorstander, maar we moeten wel alle risico's wegnemen. Dan kan ik daarna de regering op aanspreken. Even een andere vraag, hè? Ja. Je geeft advies aan politici en partijen en dergelijke. Je bent nu eigenlijk ze helemaal de grond aan het borrelen in borrel op dit moment. Gaat dat jouw werk niet enorm moeilijk maken? Ik doe het voor niets. Je doet het voor niets? Ja. Ik weiger betaald te worden door politieke partijen. Want zij weigeren mij te betalen omdat ik dan niet lid ben van hun partij. Zij weigeren jou betalen omdat je niet... En ze mogen alleen mij betalen op het moment dat ik lid ben van een politieke partij. Maar op het moment dat je dat doet... Dan ben je van hun. Ja. Ja, dat snap ik. Alle adviezen die jij geeft, dat doe je gratis. Ja. Oké, lijp. Ja. En je wordt dus ook uitgenodigd voor hen, of je benadert ze, of... Ja, uitgenodigd. Ik word zelf benaderd. Soms is het andersom, dat ik zie dat ik... Ik lees de Staatscourant en zo. En ik hou de website van de Tweede Kamer in de gaten, de agenda. En als ik bepaalde inbrengen, denk ik... Oh, ja, nee, die vergeet dat en dat en dat. Weet je, dan begint het gewoon met een mailtje te sturen of even te bellen. En dan wordt gevraagd van... Ja, kun je dan aan die en die medewerker even een voorstel mailen? En dat mail je. En dan heel vaak zie je van... Ja, maar hoe zit dat en dat dan? Telefonisch, per mail... En dat leg je uit of dan pas je aan of wat dan ook. En dan later ziet in de Staatscourant of zijn van, nou, dat is erbij gekomen of niet. Dus het heeft effect wat je doet? Ja, absoluut. Ja. Maar dit zijn wederom allemaal niet van dit soort politieke dossiers. Van politiek zware dossiers. Ja, dus op de kleine dossiers kun je wel invloed uitoefenen? Niet klein. Dit zijn gewoon, weet je, niemand heeft het over een betaalrichtlijn. PSD2, ja, wat moet je ermee? Wat is PTS2? PSD2 betekent dat... jouw transactiedata gewoon verkocht mag worden van jouw bank. En dat is een wetsvoorstel dat ja, dat de Europese door... wet die in Nederland is aangenomen en nog dus nu op dit moment geïmplementeerd wordt. En dat betekent dus dat banken mijn betaaltransacties mogen verkopen en jij bent daarmee bezig geweest om dat te voorkomen? Om dat af te zwakken, want het was al aangenomen door het Europees Parlement. En welke verzwakking zou zinvol zijn van zo'n wet? Ja, daar kan ik dus nu niet op ingaan. Want dan is het een keer achterhalen van via welke partij dat is gegaan. Ah, oké. Dus ik kijk van, wat werkt nou best voor welke partij? Ja. Je dropt echt een bom op mij. Mooi. Heel veel dingen. Dus ik heb verder ook echt helemaal geen vragen meer. Ik wil... Ik zou je graag nog je uitnodigen om het met je te hebben over zulke zaken. Maar tenzij jij denkt van, hey, dit is echt iets wat je nog moet weten. Nee, dit is echt leuk. Ik kom graag een keer terug. Ja, lijkt me ook heel leuk. Ja. Ben je nog een vraag, Jason? Ja, ik ben wel benieuwd, wat zijn nu de plannen met BackMe eigenlijk? Werelddominantie vooral. Dat is wel een stukje, hè? Ja. Op korte termijn, zeg maar. Want je het had over dat banken dus geen investeringen kunnen geven. Of mensen niet bereid zijn om dat te doen. Nee. Wat is dan de toekomst nu? Nou, vooral sparen. Wat we doen is nu zorgen dat er zoveel mogelijk content creators bij komen. Want hoe meer content creators, hoe meer backers, hoe meer omzet, hoe meer geld wij hebben om weer door te investeren. Om weer stappen voorwaarts te maken. Want ja, Shanti heeft ook wel meegemaakt dat bepaalde dingen ook niet helemaal optimaal werken. Maar wel werken. Dus... En om stappen vooruit te maken heb je gewoon geld nodig. Dus dat is vooral onze korte termijn doelstelling. En langere termijn willen wij echt heel wat van dit soort functionaliteiten klaar hebben voor content creators. Waarbij je niet meer afhankelijk bent van grotere productiebedrijven, kranten, televisieprogramma's. Ga zo maar door. Ja. En wij schoppen nu echt tegen heel wat heilige huisjes. En door de content creators die we nu hebben worden wij... toch wel heel erg serieus genomen door de allergrootste. Ja, die reden wordt daarmee inderdaad. Ja, want dit is een serieuze bedreiging. Ook reden, daarom ook de blogpost op onze pagina backme.org. 147 subsidieverstrekkende organisaties die gewoon zeiden van, nee. Gaan we niet doen. Nee. En dat is echt knap hoor. Om dat voor elkaar te krijgen. Ja, ja. Okay. Met een divers team van links tot rechts, met een bedrijf dat in feite sinds dag 1 zonder schulden winst aan het draaien is. Is dat echt heel, heel bijzonder. Ja.
En wat je ook zei trouwens, het feit dat er dus redelijk wat opiniemakers op het platform zitten, heeft, mm-hmm. Heeft een effect. Omdat, ook al schrijven ze nu voor bepaalde kranten en artikelen, zij ook begrijpen dat mensen hun columns lezen voor hun. Ja. Zo op het moment dat zij een vrij platform krijgen waarin ze gewoon hun ding kunnen doen zonder zich hoeven te binden aan een bepaalde lijn of whatever. Financiële afhankelijkheid. Ja. Of financiële afhankelijkheid. Dan is dat een groot probleem voor de positie van zo'n krant. Precies, dan kun jij dus naar zo'n krant stappen door te zeggen van weet je, ik ben goed voor 4% van je omzet. Dus wat gaan we hiermee doen? In plaats van, jij mag al lang blij zijn dat je van mij mag schrijven, want niemand anders kan jou betalen. Ja. Weet je, dus dat... Die dynamiek hopen wij te creëren, waarbij wij ook weer het nieuws vooral en de duidingen daarop door columnisten en opiniemakers persoonlijk kunnen maken. Waarbij je niet zegt van, ik ga naar geen stijl, want die zit altijd in mijn hoek. Maar hey, die man of die vrouw, die schrijft zulke geweldige stukken, ja, dat staat nu een keer op geen stijl en dan op TPO en dan bij de NOS. En een stukje ook vertrouwen. Precies. Dus van deze persoon vertrouw ik voor om omdat hij niet die afhankelijkheid heeft. Ja, omdat hij niet afhankelijk. Omdat je er zelf aan bijdraagt, zodat hij onafhankelijk is. Ja, ja. Maar dat ben jij aan het schoppen tegen die hele verhouding tussen bedrijven en content creators. Dus ja. Content creators krijgen ook veel meer macht, is dus eigenlijk over de bedrijven. Ja. Tenminste, als ik het goed begrijp, als het zeg maar zo'n omslag wordt uiteindelijk, dan zijn de content creators diegene die de lakens uitdelen van al het duidelijk en zegen. Precies, en wanneer je dat even wat doortrekt in de tijd, heb je dus uiteindelijk de discussie als een aantal van die journalisten bij elkaar gaat zitten. Die gaat zeggen van, wij geven gewoon een online krant uit. Of die krant niet beter bezorgd bekeken wordt dan een mainstream krant die vooral zijn